goedemiddag allemaal. Dank dat jullie de moeite hebben genomen om hier naar het vastgoedmarkt podium te komen. Wij gaan jullie vandaag meenemen in de wereld van het industriële vastgoed. Savills heeft hier een recent rapport over geschreven. En daarnaast hebben we onze Savills Industrial Market Indicator tool ontwikkeld. Mijn naam is Niek Poppelaars. Ik ben co-head van Savills Logistics and Industrial hier in Amsterdam. En graag stel ik de overige panelleden aan u voor. Heren, als jullie even kunnen vertellen wie jullie zijn, voor welke organisatie jullie werken en wat jullie doen binnen de organisatie, dan heel graag. Doen we. Begin ik. Bram Verhoeven, ja. Een van de medeoprichters van Urbs Capital. Urbs Capital is een relatief jong bedrijf, 2020 opgericht. Eigenlijk met het idee dat we een hele grote marktkans zagen van niet alleen maar de big box logistieke markt, maar met name iets meer de kleinere logistieke behoeften rondom de grotere steden. En ook weer met name geënt op de bestaande gebouwen die er eigenlijk klaar zijn om voor een renovatie of een herpositionering in de markt. Dus daar zagen we een hele grote marktkans en daar zijn we nu eigenlijk in Nederland en Noord-Europa aan het investeren. Top, Martien. Mijn naam is Martien van Deursen, ik ben hoofdbeen Lux voor Arrow Capital Partners. En wij investeren voornamelijk in kleinschalige logistiek en industrieel vastgoed. Martijn Verosmalen, medeoprichter en aandeelhouder van Citylink. Citylink is het platform van een portefeuille van ongeveer 90 assets last mile in Nederland. Dan met name de Randstad en Eindhoven. Ik ben Douglas Noers, collega van Niek. Samen geven wij leiding aan het team. Yes. Zoals gezegd heeft Savills dus een marktrapport geschreven over de industriële markt. Wij hebben eigenlijk de laatste jaren natuurlijk met name gefocust op het grootschalige logistiek. Maar je ziet eigenlijk dat steeds meer institutionele beleggers zich ook gaan focussen op de industriële markt. En om die beleggers ook nog eens inzicht te geven in die markt, hoe zij het best kunnen beleggen, hebben we daarnaast de Savills Industrial Market Indicator ontwikkeld. En die willen we vandaag graag aan jullie presenteren. Ik denk voordat we dat gaan doen, even een korte recap over hoe de industriële markt in Nederland op dit moment uitziet. In Nederland heb je denk ik op dit moment ongeveer 160 miljoen vierkante meter aan industriële bedrijfsruimte. En dat is verdeeld over ongeveer 3800 IBIS bedrijventerreinen. En Savills die deelt die industriële markt in eigenlijk in een drietal subcategorieën. De eerste subcategorie is heavy industrial. Het zijn echte grootschalige assemblage- en productielocaties. Die hebben vaak ook een wat hogere milieuklasse. De tweede categorie die wij onderscheiden, dat is de light industrial. Dat zijn de kleinschalige gebouwen. En die hebben vaak ook verschillende functies. Die kunnen natuurlijk gewoon een opslagfunctie hebben. Ook een assemblage- of productiefaciliteit zijn. Die hebben vaak ook een wat lagere milieucategorie. En de derde categorie die wij onderscheiden, dat is die noemen wij other. En dat zijn eigenlijk zaken als bijvoorbeeld vliegtuighangars of datacenters. Ja, die kunnen we eigenlijk niet in een van die andere categorieën plaatsen. Maar toch zijn het wel, is dat natuurlijk logistiek of is het industrieel vastgoed. Nou, dat die markt echt erg in opkomst is, dat is op zich denk ik niet verwonderlijk. We zien natuurlijk dat de yields in vergelijking met de logistieke markt, dat die nog steeds relatief vriendelijk zijn. Die zijn een stukje hoger. En daarentegen zijn de fundamentals van deze markt wel echt enorm sterk. We hebben naar het leegstandspercentage gekeken bijvoorbeeld. Volgens onze cijfers staat er ongeveer 1,9% van het industriële vastgoed in Nederland leeg. Nou, als je dat vergelijkt met logistiek, dan zit je nu ongeveer op een drietal procent. Een van de redenen waarom er relatief gezien weinig leeg staat, is dat er nog heel veel in eigendom is bij eigenaar gebruikers. En ja, die laten hun pand natuurlijk niet leeg staan. Maar dit geeft wel ook gelijk de potentie aan voor beleggers zoals die hier naast ons staan. Is het dan alleen maar hosanna's en alleen maar positieve punten over de industriële markt? Nee, dat ook weer niet. Ik denk dat jullie dat beter weten dan wij. Maar het is natuurlijk, het transactievolume per transactie is relatief klein.
Ik denk dat het heel erg asset management intensief is wat je moet doen. En daarnaast denk ik, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een logistieke markt, dat ook de ESG credentials, om het zo maar te zeggen, dat die van wat lager pitje staan. Dus dat dat voor institutioneel geld wat jullie weer achter je hebben, dat dat moeilijker is om dan dergelijke panden aan te kopen. Maar ja, ik denk als je het dan toch vergelijkt met bijvoorbeeld de logistieke markt, dan is het wel zo dat ook voor de industriële markt geldt dat er is natuurlijk geen land, er is geen stroom. We hebben stikstof, we hebben de politiek die niet meewerkt en we hebben natuurlijk een erg hoge bouwkosten op dit moment. Dus daardoor zie je eigenlijk wel dat de druk op de bestaande gebouwen, om het zo maar te zeggen, dat die steeds groter wordt. En dat heeft natuurlijk hogere huurprijzen tot gevolg. En dat trekt weer erg veel potentie of erg veel interesse van beleggers zoals jullie. Als jij het scherm erop kan zetten, dan heel graag. Om die beleggers wat meer wegwijs te maken in de initiële markt, hebben wij dus de Savills Industrial Market Indicator ontwikkeld. En dat hebben wij gedaan door een 17-tal indicatoren met elkaar te vergelijken, of in ieder geval mee te nemen om bedrijventerreinen te vergelijken. En die 17-tal indicatoren, die hebben we eigenlijk onderverdeeld in 4 subcategorieën. De eerste subcategorie die we onderscheiden is de markt. Dus dat gaat dan over leegstandspercentage, hoe lang staat iets leeg, huurprijzen, dat soort zaken. De tweede is kwaliteit van de gebouwen. We hebben gekeken naar energielabels, we hebben gekeken naar bouwjaren. Derde is de ruimtelijke kenmerken. We hebben gekeken naar groenvoorzieningen, maar ook bestemmingen en milieucategorieën. En als laatste hebben we de economie in oogschouw genomen van een bepaald gebied. Dus we hebben gekeken naar werkloosheidscijfers en werkloosheidscijfers, maar ook bijvoorbeeld besteedbaar inkomen. Al die factoren die hebben we meegewogen en daarmee hebben we elk bedrijventerrein beoordeeld. En die beoordeling heeft geresulteerd in een top 15 beste bedrijventerreinen volgens ons Savills. En die top 15 beste bedrijventerreinen, wij kunnen hem ook hiervoor zien, is het wel denk ik lastig om hem, goed te zien hier voor ons. Maar daar staan, dus 15. Zijn we er? Nog niet? Ja, daar zijn we weer. Er staan dus een 15-tal bedrijventerreinen op die wij hebben gescoord aan de hand van de indicatoren. Dus eigenlijk mijn eerste vraag aan het panel is, zo een eerste oogschouw, wat vinden jullie van die ranking? Denken jullie, kunnen jullie daar enigszins in vinden en wat valt jullie op? Om de panelleden wat tijd te geven, zal ik Dak eerst even vragen of je erin kan vinden. Daar ga ik uit van wel. Maar wat valt je op als je naar de top 15 kijkt? Nou zeker, ik denk dat het heel interessant is om... voor ons was het natuurlijk ook een beetje een verrassing wat eruit gaat komen. Want je scoort het aan de hand van de cijfers ten opzichte van het gemiddelde. En uiteraard zitten er een aantal bedrijventerreinen bij waarvan we zelf dachten, dat is... Eigenlijk een beetje een open deur. Voornamelijk zijn dat een beetje bedrijfterreinen in de Randstad. Omdat die goed scoren op kwaliteit. Zijn vaak wat nieuwer. Goed besteedbaar inkomen. Dus die doen het vaak goed. Ik denk dat het juist leuk is om te zien, als je naar de lijst kijkt, de bedrijfterreinen die misschien wat minder bekend zijn. Maar toch heel erg sterk scoren. En ik denk dat je ook uiteindelijk moet je goed kijken waar ze dan sterk op scoren. Dus je kan ook een verdiepingsslag doen in de data die we hebben geselecteerd. Waardoor je kan zien op welk onderdeel scoren ze dan goed. En is dat dan ook voor jou als belegger of als investeerder ook zo zwaarwegend? Of kijk je toch meer naar de andere kenmerken? Maar ik denk dat vooral dus de terreinen eigenlijk die wat onbekender zijn, die erin staan, dat ik die vooral heel interessant vind. En dat zijn er een paar. Ja, ik zie ze nu zo even niet staan, maar
Voor mij zat er eentje in Groningen bij, die was interessant. Ja, Eemspoort staat er inderdaad bij. In Houten, volgens mij de Meerpaal, als ik dat goed zeg. Dat is ook een bedrijventerrein. Daar hebben we wel toevallig een gebouw verkocht. Toen was het voor ons eigenlijk ook een nieuw bedrijventerrein, maar nu blijkt toch dat zo'n terrein relatief onbekend, maar ja, dicht bij Utrecht, goede omgeving, goede labor force en dat soort zaken. En het is nieuw en de nieuwe bedrijventerreinen scoren natuurlijk goede kwaliteit. Dus ik denk dat het wel interessant is, ook vanuit de belegperspectief, om juist een beetje buiten die gebaande palen te gaan kijken. Dat vraag ik misschien ook een beetje aan jullie, hè? Want de bekende terreinen, nou, jullie hebben inmiddels best wel wat concurrentie in jullie markt. Ik denk dat het nu wel interessant is om ook te gaan kijken naar terreinen die misschien wat minder bekend zijn voor jullie. Kan ik daarop reageren? Jazeker. Helemaal mee eens. Kijk, uiteindelijk misschien als één stap terugnemen, want ik denk dat wat we allemaal zien gebeuren in de capital markets en een ander is één verhaal, daar komen misschien dadelijk ook nog wel op, maar misschien als je kijkt naar de gebruiker, want aan wie vraag je of dit interessant is? Kijk, vraag je het aan een belegger of vraag je het aan een gebruiker? Ik denk dat je een beetje vanuit een gebruikersoogpunt hebben gekeken, van waar willen ze graag zitten? Kijk, en ik denk als je kijkt naar onze, waar wij heel graag willen focussen, zijn de kleinere logistieke hallen dicht bij de grotere steden. En er geldt eigenlijk één ding, of een heleboel dingen wel bij elkaar, maar dat is in ieder geval een factor binnen hoeveel tijd kan ik hoeveel consumenten bereiken. Dat is eigenlijk achterliggende gedachte van een heleboel gebruikers. Wordt wel enorm beperkt door, wat jij net ook zei, Niek, hoeveel is er überhaupt beschikbaar. Dus heel veel klanten zien wel, of gebruikers, dat die eigenlijk een afslag nemen op die kwaliteitsaspecten, omdat er gewoon heel weinig beschikbaar is. Dus dan willen ze ook wel graag ergens anders zitten. Dus kijk, als je bijvoorbeeld availability of vacancy hier meet, weet ik niet per se of dat een factor is die vandaag de dag echt toedoet aan de potentie van een bedrijventerrein. Misschien moet juist waar geen leegstand is, dat die juist veel beter scoren. Ik weet het niet, maar dat is in ieder geval allemaal gedachten vanuit de klantenperspectief. Ja, dat denk ik. Ja, nou wat ik wel interessant hier vind aan te zien is het schaalniveau waarop dit teruggaat. Hè? Dus het is niet zozeer oké, Rotterdam is een goede markt, maar echt specifiek bedrijventerrein. Hè? Ja. En als wij onze analyses maken, dan kijken we inderdaad ook op het niveau van bedrijventerrein. Omdat er binnen steden best wel grote verschillen zijn in micromarkten en huurgroei en vragen vanuit de huurders. En je ziet inderdaad een aantal terreinen die we goed kennen, waar we dan bezit hebben. Wat denk ik een heleboel beleggers niet direct als interessante markten zouden zien. Gewoon, nou, Nieuw-Vennep-Zuid, nou, we hebben daar toevallig bezit. Of nou, misschien niet toevallig, maar dat is misschien niet de meest aansprekende of aan markt voor veel mensen. Maar het is een hele gezonde markt die dicht bij Schiphol ligt. Waar je grote delen van de Randstad makkelijk kunt bedienen. Ja. We hebben zelf ook, ik denk wel 5 panden op Rotterdam Noordwest. Omdat we een hele sterke locatie vinden voor heel veel redenen. Dus ik vind het vooral heel interessant hier aan om te zien het schaalniveau waarop deze analyse is uitgevoerd. Dus complimenten daarvoor en zelfs zo zeggen. Dankjewel. Martijn, wat is jouw eerste indruk van zeker interessant. Los van dit rapport is het goed dat jullie ook je meer verdiepen in die markt. Want jullie zijn nog eerder begonnen. Maar wij moesten een beetje onze eigen data bij elkaar verzamelen. Omdat er niet heel veel gepubliceerd werd. In de rapportage werd toch meer big box logistics meegenomen. En niet zozeer dat last mile waar we in zitten. Maar dan is dit zeker interessant. Maar inderdaad, de vraag is, een bedrijventerrein. Wij hebben dan liever, of creëren liever zelf het kwalitatief beste gebouw op het bedrijventerrein. Dan dat het bedrijventerrein aan zich heel hoogwaardig moet zijn. En wat ik denk interessant vind is die emissievrije zones vanaf 2025 hier op te leggen. Ja. Wat ik denk dat qua dynamiek en ook qua beeld en vraag naar die bedrijfsruimtes aanzienlijk gaat veranderen. Er zitten gebieden op waar wij vooralsnog niet naar gekeken hebben. En of het nu 2025 wordt of iets later. Maar dat gaat denk ik echt wel voor een hoop interesse en reuring zorgen in die gebieden. Ja, wat ik jullie nu graag even mee zou willen nemen is dat we inderdaad die verdiepingsslag waar we het eigenlijk net over hadden. Kijk, je kan eigenlijk hier elke bedrijventerrein in Nederland kan je selecteren. Wij hebben er nu voor gekozen om de top 3 te selecteren. Kijk, en dan kun je eigenlijk dus per bedrijventerrein en dus ook per subcategorie kan je inderdaad zien hoe ze scoren ten opzichte van anderen. Daarmee kan je dus ook wat meer in detail gaan vergelijken en gaan analyseren.
En ik denk, ja, het is voor een deel al wel, al beantwoord. Maar eigenlijk voor ons is denk ik even de vraag aan jullie ook. Ja, welke indicatoren zijn nou voor jullie het zwaarst wegend? Kijk je naar de markt? Kijk je naar de kwaliteit van de gebouwen? Kijk je naar de ruimtelijke kenmerk of echt naar de economie? Nou, ik denk dat jij, Bram, net al een voorzet gaf. Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat we met name willen concentreren op de oudere bedrijventerreinen. Dus veel meer, hoe wij het noemen, infill locaties. Ja. Dat betekent dat de beschikbaarheid van grond, die mag bij ons gewoon op nul staan. Zodat je niet zozeer concurreert met een hele grote nieuwbouw. Mm-hmm. Maar dat je veel meer moet werken van oké, dit is een bestaande bedrijventerrein. Welke gebouwen daarin hebben de potentie, nu of in de toekomst, om wellicht een conversie te ondergaan richting logistiek. Dus het hoeft helemaal niet vandaag de dag al logistiek te zijn. Nee. Of last mile ready. Maar meer dat het potentie heeft om wel in de toekomst daar naartoe te gaan. En ik denk dat zo kijken wij ernaar. Welk gebouw heeft de potentie in de toekomst? Ja, ja, jullie zijn het echt, hè, van het herontwikkelen eigenlijk. Ja. Ik denk, Martien, ja, jullie doen dat ook. Alleen daarnaast heb je ook, ben je ook meer ja, gewoon een koop je een belegging als gebouw. En ja. Probeer je het door middel van je asset management denk ik wat waarde toe te voegen. Dus wat zijn voor jullie dan, als je het vergelijkt met Bram. Echt de belangrijkste indicatoren. Ja, zij zijn heel erg aan het kijken hoe kunnen we waarde toevoegen en institutionaliseren. En dat betekent eigenlijk dat je de uitgangspunten moet hebben om dat te kunnen doen. Hè. Dus ik zie hier bijvoorbeeld power supply, elektriciteit staan. Nou, als dat er niet is, dan wordt het natuurlijk ontzettend lastig. Maar bijvoorbeeld de EPC-labels, ja. Als die er niet zijn, ja, dat zien wij dan juist als een kans, zeg maar. Hè. Dus, Zo is het heel wisselend qua variabelen die juist wel of niet goed wil hebben. Maar er moet altijd iets van ruimte zijn om die verbetering uit te kunnen voeren. Maar je ziet wel dat, en dat zie je tegenwoordig in allerlei beleggingsbrochures nu ook terug, de vraag naar power en naar electricity begint vrij dominant te worden. Dus dat is denk ik nu het eerste waar we naar zouden kijken, anders kun je daar eigenlijk niks toekomstig goed meer mee doen. En daarna kom je zeg maar naar de verbeterpunten. Dus hoe is het gebouw nog mogelijk, ondanks zijn leeftijd, om dat te verbeteren? Of is er juist een traject nodig waarbij je zegt, nou we gaan slopen en iets nieuws terugbouwen? Ja, oké, helder. Martijn, voor jullie belangrijke indicatoren, zijn die ongeveer hetzelfde of zijn dat, kijk je ook naar andere zaken? Nee, het zijn zeker ongeveer hetzelfde. Ik denk dat de traditionele kenmerken van een tijd terug en vergelijkend naar de big box logistics als bijvoorbeeld vrije hoogte veel minder relevant is voor het type product wat wij hebben. Dus dat zou ook in de rating meegenomen kunnen worden. Ik zie Afrika en Amerika haven. Dat is een heel ander type business dan dat wij over het algemeen in onze portefeuille hebben. Heavy industrial. Ja, en jij geeft terecht aan ESG. Wat dan laag op de agenda zou staan. Ik denk zeker dat het laag op de agenda staat dan bijvoorbeeld de kantoren. Maar ook in ons product wordt het meer en meer belangrijk, omdat wij allemaal een portefeuille aan het bouwen zijn die uiteindelijk door een institutionele belegger wordt opgepakt. Dus ik denk dat het onderdeel kwaliteit, de kwaliteit zoals het nu is iets minder relevant. We hebben met Citylink, dat is denk ik uniek, we hebben alles gewoon in huis. Dus ook de technisch managers, commercial managers zitten allemaal in één kantoor in Rotterdam. Dat sparren en dat schakelen over de kwaliteit en verbeteren, ja, dat is onze zorg niet. Het is inderdaad met name, denk ik, die beschikbaarheid van Elektra. Dat soort cruciale elementen wordt steeds belangrijker. Ja. Ja, misschien wel goed om daar aan toe te voegen. Het is natuurlijk een tool die we ontwikkeld hebben op basis van hoe wij nu denken wat belangrijk is inderdaad voor gebruikers. Want uiteindelijk volgt de beleggingsmarkt natuurlijk de gebruikersmarkt. Maar ik denk dat het ook wel leuk is om te weten dat uiteindelijk kunnen we natuurlijk zelf bepalen hoe zwaar we sommige punten meewegen. Hè. Dus als jullie bijvoorbeeld zouden zeggen, nou we vinden dat gebied misschien interessant, maar we willen eigenlijk alleen maar als daar inderdaad genoeg power supply is en wat de kwaliteit is eigenlijk veel minder van belang. Nou, als je dat natuurlijk anders gaat wegen, dan krijg je natuurlijk een hele andere uitslag. Dus misschien is het ook een goed idee om een keer termijn met jullie te gaan kijken, hè, wat zijn voor jullie nou de zwaarste of de beste indicatoren. Dat we dan gewoon eens gaan kijken wat daar aan top uitkomt en of dat dan een beetje strookt met hoe jullie gedachtegoed ook is en of er inderdaad gebieden tussen staan die voor jullie misschien nog een beetje ongezien zijn. Ja, ongetwijfeld. Nee, dit is echt een hele goede ding. Als je kan spelen met de weging van die factoren, wat je zegt Douglas, dat het hartstikke belangrijk is. Maar om heel even terug te komen op die gebouwkwaliteit bijvoorbeeld. Wat wij dus ook zien, als je dus wel bereid bent om de portemonnee te trekken, niet alleen voor de acquisitie, maar ook voor de capex op termijn. Ja. En je adresseert dus echt een beetje de pijnpunten van die klant. Dus om de duurzaamheid te verbeteren of het aantal docks, zodat de outbound veel beter gaat.
als je dat goed doet, dan sta je versteld van wat eigenlijk op de stippellijn kan invullen als een resultante van de huurprijs. Dan is de huurprijs gaat er helemaal niet meer om. Dan kom je in die welbekende afweging, vastgoed is maar 5% van het totaal van de logistieke kosten. Ja. Dan adresseer je dat. Dan haal je heel de hitte haal je uit die gesprekken van de huurprijzen. Maar ja, dan moet je wel bereid zijn om echt een goed functioneel gebouw neer te zetten. En dan weten we allemaal, door de schaarste is er eigenlijk ook elk gebouw vandaag de dag dat beschikbaar komt, zonder maar 1 euro aan capex te spenderen, wordt sowieso verhuurd. Ja. Maar eigenlijk is als je het dan alsnog doet, dan sta je versteld van de upside die alsnog verder kan gaan. Nee, helder. Ja, kijk, ik denk als we bijvoorbeeld heel even kort kijken naar die vergelijkingen. We hadden het net van ja, Afrika, Amerika, haven, dat is een heel ander gebied dan dat we normaal natuurlijk naar kijken. Nou, ik heb denk ik een introductie gegeven over wat we allemaal meegenomen hebben in de initiële markt. Ja, heavy industrial is daar ook gewoon een onderdeel van. Maar ja, je kan gewoon heel duidelijk zien, en dat is natuurlijk logisch in een Amsterdam zijnde, dat de markt is gewoon heel erg sterk. De prijzen zijn relatief hoog, er is veel vraag. Dingen staan relatief kort leeg. En daarnaast is de economie in het Amsterdamse heel erg sterk. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven al gevestigd. Er worden veel nieuwe bedrijven gestart. Besteedbaar inkomen is goed. Dus ja, daardoor is een relatieve outsider. Ook, wij waren daar ook enigszins verbaasd over. Maar als je dan wat verder kijkt en naar de indicatoren kijkt, ja, dan is het ook alweer begrijpelijk dat die... dat die bovenaan is geëindigd. Hebben jullie ook meegenomen in de weging hier van bijvoorbeeld hoe groot de afzetmarkt is? Want het is natuurlijk nogal een verschil of je de Amsterdamse markt met elkaar vergelijkt of een topterreintje in Groningen. Ja, die hebben we in zoverre hebben die meegenomen. Alleen we hebben daar wel een lagere weging aangegeven. Omdat we dus zeggen van ja jongens, als we dat inderdaad echt gaan doen, ja, dan weten we in zoverre dat Amsterdam te obvious staat. Dus we proberen dat wel enigszins te kaderen. We moeten eigenlijk een beetje op zoek naar de ideale weging. Hè, waarmee je het wel meeneemt, maar dat je niet de open deuren maar blijft intrappen. Want ja, hè, dan is weer de Randstad en dingen. En dat doen we al en daar is al veel concurrentie. Dus hè, wat komt daar dan daarna? Dus daar gaan we misschien wat dieper in de materie in. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gezien, we hebben ook gekeken naar wat moet de minimale oppervlakte zijn van een bedrijventerrein. Het moet wel een beetje substantie hebben. Want ja, een bedrijventerrein wat misschien heel hoog scoort, maar een totale voorraad heeft van 30.000 meter. Daar gaan jullie niet naar kijken, want het is gewoon een te kleine markt. Dus ook daar kan je natuurlijk nog een beetje in schuiven. En daar zie je ook wel in dat een heel groot deel van de voorraad toch wel op die kleine terreinen staat. Wat ook voor ons echt wel zo'n grote verrassing was. Want ik denk dat bijna de helft van de totale voorraad staat dus op terreinen onder de 100.000 vierkante meter. Dus die markt, die kleine markt, hè, om het even te zeggen, die is wel 70 miljoen vierkante meter groot. Ja. Dus dat is echt wel een bijzonder. Voor ons zijn het eigenlijk allemaal vernieuwende inzichten. Ja, Martien, we zijn eigenlijk heel erg benieuwd, hoe doen jullie dat nu? Hoe kijk je nu als je product koopt? Ga je echt gericht aan de hand van een data-analyse op zoek? Of doe je het gewoon nog steeds oldschool op onderbuik? Of wat je aangeboden krijgt uit je netwerk? Ja. Hoe pakken jullie zaken nu aan op dit moment? Het begint allemaal met hard werken, hè? Niet? Ja. Het is een variatie wat je net noemt, de combinatie van die verschillende factoren. Dus er zijn een aantal markten waar wij overtuigd van zijn dat die een heel positieve toekomst hebben. Gewoon door de ontwikkelingen die we daar zien in de markt en de beperkte voorraad en de dynamiek in die gebruikersmarkt. Dus dat zijn dan specifieke gebieden waar we meer willen kopen en aan het doorlichten zijn hoe kunnen we daar onze investeringen vergroten. Uiteraard worden we benaderd door allerlei makelaars die goed en minder goed producten aanbieden. En daar kijken we uiteraard naar. Maar het gebeurt ook regelmatig dat dingen buiten de markt omgaan. Waarbij je direct met een gebruiker bezig bent. En dat kan zijn dat zij zelf de eigenaar zijn, maar het kan ook zijn dat het een gebruiker uit je portefeuille is die heel graag iets anders wil en wil groeien in zijn gebouw, maar dat niet, daar de mogelijkheid niet toe heeft en daardoor samen dan op zoek wil gaan naar iets nieuws. En dat laatste is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar jullie zijn wat minder van de alleen in deze gebieden. Het is bij jullie meer ja tenzij. Het is niet, als het niet in dit gebied is, dan doen we het niet. Nee, ik denk dat wel klopt. Dus we zijn opportunity driven, zoals we dan zo mooi zeggen. Dus ja, onze portefeuille is daar denk ik
een toonbeeld van als in, hè, we kunnen in Groningen beleggen, maar we hebben nog niet gedaan omdat we geen reden hebben gezien om dat te doen. Ja. Dus onze portefeuille is voornamelijk nu gericht op Randstad en zeg maar de logistieke assen. Maar als er mogelijkheden daarbuiten zijn, bijvoorbeeld een stad als Groningen, dan ja, kijken we daar zeker naar. Ja. Okay. En Martijn, jullie focussen echt op Randstad en dan rondom Eindhoven. Hebben jullie daar ook een analyse op losgelaten? Of zeg je van, het is voor ons meer ook misschien van belang, wat ik me goed kan voorstellen, dat als je die portefeuille een keer zou willen verkopen, dat je dan beleggers hebt. Nee, zeker. Die dat kunnen kopen. Het laatste sowieso. Hè. Randstad kennen ze inmiddels, staat Eindhoven ook redelijk op de kaart. Maar het hoofddeel komt inderdaad Randstad-Eindhoven. En dat is omdat wij bij acquisities werken aan een scorecard. Waarbij de catchment area wel van groot belang is. En je dan dus vaak in de Randstad uitkomt. En we scoren dus op demografische kenmerken, kwalitatieve kenmerken van de assets. En eigenlijk een heel palet die we inmiddels na 90 aankopen redelijk kunnen invullen automatisch. Ja. Maar dus elke aankoop meten we eraan. Oké, je maakt wel dus echt een analyse en een score van ja, oké. En dan moet er onderaan de streep minimaal score X uitkomen en dan heb je een go. Ja, zeker. Ja, en net als Martien, we krijgen veel aangeboden, maar waarderen dat ook. Dus we weten inmiddels goed wat we wel willen kopen. Maar willen we het niet kopen, dan laten we het je ook weten. En willen we kopen, dan kunnen we dezelfde avond nog een bieding doen. Omdat we wel merken dat er meer partijen zijn die nu in die markt bezig zijn. Ja, Martien, ik denk, jij bent volgens mij degene die het meeste ervaring heeft in deze financiële sector in ieder geval. Hoe heb jij die markt eigenlijk zien ontwikkelen de laatste jaren? Zijn er nieuwe partijen? Yield-wise uiteraard. Hoe heb je het ervaren? Nou ja, ik denk het meest interessante om te zien is dat je ziet eigenlijk dat die hele bedrijventerreinen in Nederland een soort institutionaliseringsslag overheen. Waarbij je ziet dat heel veel eigenaar-gebruikers verkopen. Dat je ziet dat er sale-leasebacks zijn of quasi-sale-leasebacks waarbij de DGA die dan nog aandelen heeft in het bedrijf, dan zeg maar weer een huurovereenkomst tekent. En waarbij je dus ook langzaam ziet dat heel veel oudere assets of geüpgrade worden of verdwijnen en iets nieuws voor teruggebouwd wordt. Ja. En dat waaiert zich de afgelopen jaren zo over Nederland uit. En je ziet langzaam dat dus een aantal bedrijventerreinen echt institutioneel in institutioneel bezit zijn gekomen. En vaak ook van internationaal kapitaal zijn. En ik denk dat dat kapitaal hebben we daarvoor nooit gezien in dat soort markten. Dus dat is denk ik echt iets nieuws. En, ja, de laatste 12 maanden is denk ik weer een heel ander beeld waarbij uiteindelijk gewoon de rente de markt een beetje verlamd heeft. Daar zullen we de echte uitwerking nog van moeten gaan zien. Ja. Het is eigenlijk wel bizar. We hadden met Ian ook zeggen van het feit dat de sector waar wij alle drie enigszins op focussen, dat die eigenlijk nog helemaal onontgonnen terrein was. Ja. Die zat natuurlijk bij de big box logistiek, dat hoef jullie ook niet uit te leggen, dat de afgelopen 20 jaar helemaal is geprofessionaliseerd. Iedereen weet donders goed. Dit werkt wel, dit werkt niet, ook vanuit de gebruikerskant. Maar als je het dan vervolgens projecteert op de kleinere logistieke assets, totaal niet. En het heel raar is, want de gebruiker heeft daar veel meer urgentie voor een juiste oplossing. Omdat die laatste schakel, die kost misschien wel 80% van zijn supply chain. Dus het is heel raar om te zien dat die asset class totaal onontgonnen terrein is. Nou, dat is ook gelijk de uitdaging of de kans. Voor ons dat is de kans, denk ik. Hè? Daarom denk ik dat ook een van de redenen is waarom we veel aandacht hebben nu hier bij dit panel. En ook een van de redenen waarom wij er natuurlijk steeds meer focus op gaan. De moeilijkheidsgraad is natuurlijk altijd geweest ten opzichte van grootschalige logistiek, is de schaalbaarheid. Ja. Hè? Het zijn natuurlijk altijd per definitie eigenlijk kleinere assets. En ja, de markt was natuurlijk in een bepaalde staat waarin het toch wel eens grote stappen snel thuis. Ja. Dan is het makkelijker om dozen van 80 miljoen te kopen en maar heel veel geld weg te zetten dan als je voor 80 miljoen uitgeven 10 assets moet aankopen. Dat kost eigenlijk 10 keer zoveel werk voor hetzelfde investeringsvolume. Dus ik denk wel dat ervoor heeft gezorgd dat inderdaad die markt minder interessant was. Ik bedoel, laten we wel wezen, 10 jaar geleden was logistiek niet interessant. Nu is dat heel anders. En wij denken inderdaad, die industriële markt is eigenlijk zo groot dat iedereen praat alleen maar over de logistieke markt. Maar als je kijkt naar hoe groot de logistieke markt is ten opzichte van de industriële markt, is dat maar een heel klein snippertje. Ja. En omdat de industriële markt is gewoon veel versnipperd eigendom. Maar als je daar inderdaad de potentie van inziet, en dat zien meer partijen zoals jullie natuurlijk de afgelopen jaren wel in. Ja, daar zit nog zoveel groei en potentie in. Maar ik denk wel dat daarmee ook een belangrijke vraag is. Het zit veel bij MKB en bij
eigenaar-gebruikers. Het losweken van het product bij die partijen is denk ik een van de moeilijkste opgaves. Is dat ook bij jullie de grootste hobbel die je moet nemen om... Ja, uiteindelijk was het wel. En ik denk, als jullie het anders doen, moet ik vooral zeggen. Maar wat wij tot 12 maanden geleden met name zagen, dat het heel moeilijk was. Want ja, iedereen was ermee bezig. Alleen juist de laatste 12 maanden, sinds dat die interest rates een beetje zijn gaan stijgen, een beetje flink zijn gaan stijgen, zie je ook bij de DGA's van deze wereld een hele andere vergelijking komen voor zijn eigen balans. Ja. Waar het voorheen zei van, joh, wat moet ik met het geld? Want het kost me alleen maar geld als ik het aan jullie verkoop. Is nu van, wacht even, ik sta op de voorgrond om te investeren in een elektrische vloot. Ja. En dat zijn gigantische investeringen die we moeten maken. Ja. Banken geven niet thuis om te financieren. Of in ieder geval heel beperkt. Ja. Dus misschien is het nu juist het moment wel daar om nu te praten over sale and lease back. Dat is in ieder geval waar wij langzaam, zeker de afgelopen maanden, wel zien dat er veel meer draagt. Ja, ik denk dat misschien zelfs tweeledig. Enerzijds geld vrijmaken om in je bedrijf te houden. Maar anderzijds kan het ook voor bedrijven die juist overnamekansen gaan zien voor bedrijven die wat, ja, die wat zwaarder hebben. Want tweeledig kan het inderdaad. De timing is, ben ik wel met je eens. Ik denk dat die heel goed is. Nou, ik ben het eens. Je ziet wel nog veel sale and lease backs, wat jij zegt, Martien, waarbij de eigenaar eerst als een BV heeft het bedrijf heeft verkocht, nog met de stenen blijft zitten, maar na een half jaar denkt dat is toch niet heel handig. Ja. Echt puur sale and lease back zien we nu langzamerhand iets meer komen. En het is wat meer van een lange adem. Ook omdat er aan de verkopende kant vaak geen adviseur zit. Nee. Dus we hebben een twee acquisitiemanagers, Susie en Jordi. Ja, dat is van een lange adem, relatie bouwen. En dat is net even een ander spelletje dan dat je nu vanuit de agency gewend bent. Nee, dat raakt ook denk ik wel een beetje aan mijn volgende vraag. Eigenlijk, misschien de laatste 12 maanden door die hoge rentes is de markt iets rustiger. Maar eigenlijk, ja, als je kijkt naar wat langer geleden, dan is de concurrentie op die markt wel echt enorm toegenomen. Dus ja, eigenlijk, hoe onderscheiden jullie je nog in die markt, Martijn? Ja. Nou, ik denk, wij zijn ook kritisch op wat we kopen, omdat ook bij ons de rente omhoog is gegaan. Dus ook wij hebben aan die IRR-knop gedraaid. Alleen we hebben er tot nu toe dit jaar 9 afgenomen en hebben nu 2-3 DD's lopen. Dus wij zijn nog steeds open en aan het kopen. En waar we vorig jaar nog zeiden, na een kort contract of een nieuwbouw met leegstand, we laden het in, vallen we nu toch weer terug. Fijn als het een 5-jarig contract is. Maar juist die mix in de portefeuille op nu ongeveer 100 panden is ook wel goed. Dus ja, we kopen nog steeds. Alleen je bent wel kritisch, omdat je wel zoiets hebt van, ja, als een huurder omvalt, of het is een kortlopend contract, wat is de alternatieve aanwendbaarheid of hoe snel krijg je het weer verhuurd? Ja. En Bram, jullie onderscheidend vermogen, om het zo maar eens te zeggen? Ja, nou, ik denk de combinatie van een paar factoren. Voorheen, ik denk 2 jaar geleden, wij werken met een pensioenfonds, ja, all equity, dus geen financiering. Iedereen zei van, ja, dat maakt niet uit. Leuk dat je geen financiering hebt, moet je zelf weten. Vandaag de dag is natuurlijk een totaal andere iets om aan tafel te komen. Dus het feit dat je nou geen financiering nodig hebt en gewoon all equity financiering, dat is één ding. En dan komt ook de snelheid ten goede. Kijk, luister, Martijn ook zei, de markt is compleet veranderd. Het is andere pricing en dat soort dingen. Je moet zelf wel overtuigd zijn van een bepaalde visie. Kijk, ik denk niet dat wij succesvol zouden zijn in dingen aankopen als je niet een eigen visie hebt van, oké, weet je wat, met dit pand kunnen we het zo omkatten met een bepaalde capex en ook een visie hebben op de huren. En ik denk als je dus heel dicht bij de gebruiker blijft en een bepaalde visie of gedachtegoed hebt bij de mogelijke huur in de toekomst, dan kan je die ook op een bepaalde manier onderscheiden. Ja. En dan denk dat je daar ook succesvol in kan zijn. En Martien, hoe hoop jij nog veel zaken te gaan doen het komende jaar? Zeker weten, dat hopen we allemaal natuurlijk. Ja, en hoe onderscheid je je van de heren naast je bijvoorbeeld? Ja, wij kijken, ik denk dat we heel flexibel zijn. Dus we zijn in staat om van sale and lease back te doen met Amerikaanse corporates die genoteerd zijn tot en met, Jan die samen met zijn vrouw op vrijdagmiddag besluit, nou laten we het maar doen, hè, om het zo maar te zeggen. Dus dat is, het vergt een andere dynamiek, zeg maar. Daar moet je een beetje mee kunnen meebewegen en dat vinden we leuk om te doen. En ik denk in onze market underwriting waar we echt op die microlocaties kunnen inzoomen, waarvan wij denken, nou hier kunnen we bepaalde huurgroei halen die we in andere delen niet van de markt kunnen realiseren. Dat maakt ons in die gebieden een sterke koper. Nee, duidelijk. We hebben het ook al eventjes denk ik kort gehad over ESG. Ik wil die vraag eigenlijk aan jou stellen, Bram. ESG is natuurlijk belangrijk. Hoe krijg je institutioneel kapitaal
wel al bereid om te investeren, terwijl eigenlijk het gebouw daar nog niet totaal nog niet aan voldoet. Nee. Ja, kijk, ten eerste, ik denk ESG, IT, man, ik denk je hoort overal hier, hoor je het rondzoomen. En terecht denk ik, het is een aandachtspunt. Alleen ik denk wel heel erg moeten uitkijken dat het geen enorm buzzword wordt en zeggen van jongens, ik hang een vogelhuisje op en ik krijg een goede BREEAM certificaat, op, ik ben er klaar mee. Daar hebben wij echt een aversie tegen. Dus ik denk dat dat ook een van de pilaren was toen wij Urbs oprichten. Zeiden we tegen elkaar, okay, hoe kunnen we meer focussen op de impact? Natuurlijk is een BREEAM certificaat een onderdeel daarvan. Ja. Maar je moet veel meer kijken naar wat voor rol speelt het gebouw in dadelijk een nieuwe supply chain. En hoe kan je echt een verschil maken? En voor mij doe je dat sowieso door te investeren in bestaande gebouwen. In plaats van een weiland volbouwen met nieuwe materialen. Het nog een keer circulair gebruiken van bestaande gebouwen. Is per definitie vele malen duurzamer. Ja. En het grappige is, een certificaat krijgen is 10 keer zo moeilijk. Ja. Dus die markt is er nog helemaal niet klaar mee. Maar antwoord te geven op je vraag. Kijk, dat is uiteindelijk is het begin met een visie. Ja. Dus een pensioenfonds meekrijgen en je capital partners meekrijgen. En als luister, als wij een bepaalde assets kopen, hebben wij een eigen benchmark gecreëerd. Elke asset die wij hebben, ja, zal vroeg of laat bij roll and leases gebenchmarkt worden tegen een soort van utopia. Nou, dan gaan we kijken van wat moeten we dan doen. Qua capex investeringen om uiteindelijk die hele performance omhoog te krijgen. En dan met name gefocust op de impact en niet zozeer op de hoogste BREEAM scores. Oké. Nee, helder. Ik denk eigenlijk ESG-gebied, ja, jullie hebben natuurlijk denk ik allemaal hogere en steeds hogere eisen aan. Dus eigenlijk mijn laatste vraag die relateert daar denk ik ook al eventjes aan. Van, ja, hoe zien jullie de toekomst van de initiële beleggingsmarkt? We zien nu bijvoorbeeld ook alweer dat er wellicht een aantal partijen uitstappen. We hebben denk ik de nieuwsberichten gezien van Fortress. We hebben denk ik nieuwsberichten gehoord over M7. Hoe zien jullie de markt zich ontwikkelen en hoe denken jullie daarop in te gaan spelen? Nou, we zien daar nog een aanzienlijke professionaliseringsslag, wat we zojuist ook aanhouden. Dat er een paar partijen uitstappen. Ik denk dat er zoveel druk komt om dit type product. We hadden die emissievrije zone zo even aan. Ja. Ander onderdeel, circulariteit, waar we het allemaal over hebben. Als we dat echt gaan doorvoeren in al die woningen, dat moet ook ergens opgeslagen worden, ook weer dicht bij die woningen. Dus ik denk juist op een product, het last mile, wat inmiddels een containerbegrip is geworden. Maar juist op ons product, dat daar juist heel veel potentie in zit. Voor gebruikers, beleggers, maar ook voor institutionele beleggers. En je haalde inderdaad het ESG aan. Dat je nu een label laat uitwerken en dat reed dan alleen je kantorendeel. Het is niet relevant. Ja. Maar wat we wel doen bij alle nieuwe leases, alle nieuwe huurovereenkomsten, tekenen we een green lease met de huurder. Waarbij we echt met de technisch managers om tafel gaan om te zeggen, joh, hoe kunnen we je nu echt helpen? Anders alleen dan dat je SEC iets laat tekenen en het gaat de digitale kast in. Omdat we daarmee weer kunnen scoren. En ik denk, Bram had het ook al aan, juist dit type huurders is nog niet zo heel veel gewend, met uitzondering van een paar de picknicks van deze wereld. Maar juist onze gemiddelde huurders, die wil aan de hand meegenomen worden. LED-verlichting, dat is een vrij kleine investering. Ze vinden het allemaal te ingewikkeld, maar wij doen het voor ze. We plussen nog iets op in de huur en de beide partijen hebben daar iets aan. Dus het kan ook gewoon heel pragmatisch opgelost worden, een aantal zaken. Martien. Hoe zie jij de komende jaren voor je? Ik noemde eerder die institutionaliseringsslag die je ziet gebeuren. Ik denk dat iets is wat door blijft gaan. En dat het ook naar een aantal bedrijventerreinen zal trekken en locaties in Nederland die daar nog niet door zijn aangeraakt. Maar ik vermoed dat gewoon door blijft zetten. Met eigenlijk hetzelfde type kapitaal. En daardoor zul je zien dat de kwaliteit van die bedrijventerreinen in de loop der jaren ook aanzienlijk zal verbeteren. En dat komt door de eisen van de financiers of de beleggers zelf. Maar je ziet ook natuurlijk een steeds progressievere overheid die steeds meer gaat handhaven. Waar je allerlei ESG-voordelen weer uit kunt halen. Dus die kwaliteitsslag, dit zie ik de komende jaren doorgaan. En die druk op die bedrijventerreinen, ik denk dat die gewoon gaat blijven. Ja, helemaal mee eens. We zijn echt in een early innings van heel die industriële markt. Ik denk wat je zegt, enerzijds zie je natuurlijk de tijdelijke dip van de kapitaalmarkt. Tuurlijk, dan heeft echt wel eens een weerslag. Maar als je dan kijkt naar de lange termijn trends, die zijn zo sterk. En ik denk echt dat het nog maar net aan het begin is van overheden die
zero emission zones in gaan stellen. Dat effect gaan we nu pas een beetje zien. Mm-hmm. En ook de huurwaardegroeis groeien die in verschillende industriële terreinen. Ja, daar gaan we echt van nog heel veel jaren nog een positieve trend van zien. Nou, Dirk, de laatste vraag aan jou. Wij als Sevels gaan ons natuurlijk ook steeds meer focussen op die industriële markt. Waarom doen we dat en wat is ons doel daarmee? Ja, ik denk dat wat we zeiden, we waren de afgelopen jaren vooral heel actief op logistiek vastgoed. En dat was makkelijk, wil ik niet zeggen. Het was een gewild product, het waren grote tickets. En het is toch een beetje we follow the money, om het zo te zeggen. Die markt die zie je nu natuurlijk, die is volledig geïnstitutionaliseerd eigenlijk. Dus er is veel concurrentie. Op het moment weinig product, ook de prijzen daar sluiten eigenlijk niet meer aan op tussen kopers en verkopers. En wij hebben eigenlijk al vrij lang geleden gezien dat natuurlijk de industriële markt heel groot is. Alleen omdat het inderdaad kleinere volumes zijn, was het voor ons met een relatief klein team ook lastig om ons daarop te gaan focussen. Hè. Kijk, als je lokaal heel veel mensen hebt zitten, is dat natuurlijk een veel makkelijker scenario. Alleen nu hebben we door middel van het verzamelen van meer data echt een focus te hebben binnen zelfs ook op het daadwerkelijk goed inzetten van die data en daar ook analyses mee doen waar wij, maar ook onze klanten veel aan hebben. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk met de kennis van een corporate en toch een klein team die markt heel goed kunnen betreden en daarmee die potentie enerzijds aan bestaande investeerders en gebruikers kunnen laten zien, maar ook nieuwe toetreders kunnen enthousiasmeren en daarmee ook nieuw kapitaal de sector in helpen, waardoor die sector zich steeds verder gaat institutionaliseren en wij daar als adviseur natuurlijk ook onze voordelen van kunnen maken. Dank, helder. Ik denk eigenlijk dat we aan het einde zijn van deze sessie. Ik wil graag de panelleden bedanken voor al jullie goede inzichten en duidelijke meningen. Wij zijn blij dat we onze Sevels Industrial Market Indicator aan jullie hebben mogen presenteren. Nogmaals dank voor jullie aandacht en we hopen jullie snel allemaal weer te zien. Tot ziens.